Het was een slecht Nederlands kampioenschap. Ik had een slecht toernooi gereden. De prestaties waren gewoon niet zoals ik kan. En, ja, dan is het best wel verwarrend als je wel gewoon goed voelt. Geen goed Nederlands kampioenschap betekent geen wereldbekers. Lichamelijk is er niks aan de hand en via een trainingskamp in Berlijn staat Valkenburg met veel twijfels aan de start bij de Holland Cup in Alkmaar. Ik was best wel een beetje zenuwachtig, maar dat ben ik voor elke wedstrijd. En daar was ik vandaag ook. Daar heb ik altijd wel nodig om hard te rijden. Topvorm is heel moeilijk te bereiken, zeg maar. Je hebt heel weinig grip op. En het klinkt altijd heel vaag. Het is ook vaag. Als je heel goed bent, dan kom je in een bepaalde flow terecht. En dat kun je niet echt sturen. Daar zit je in of daar zit je niet in. Ja, dat het geen topvorm was, dat ik niet in de flow zat, dat was wel duidelijk. En dan moet je gewoon dingen uitsluiten. Nou, er is niks ergs aan de hand. Dan moeten we gewoon verder hoe we eigenlijk de afgelopen 3,5 jaar aan het werk zijn geweest. Want het is hartstikke goed geweest. Dus daar zijn we nu weer mee verder gegaan. En dat gaat hartstikke goed. De vervolgende wedstrijd met een 3000 meter voor de dames. Nu naar de stad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel twijfels heb gehad. Als topsporter heb je denk ik altijd wel twijfels. En presteren is gewoon heel belangrijk. En je wil eigenlijk altijd op je best presteren. En dat lukt niet altijd. En dan ga je zeker wel twijfelen, eventjes. Maar er was af en toe gewoon wat twijfel, maar het vertrouwen overheerste wel hoor. Valkenburg wint in Alkmaar de 3 kilometer. En die 3 kilometer is een afsluiting van een moeilijke periode met veel twijfels. Weet je, bij winnen hoort ook verliezen en dat is heel moeilijk. Maar het hoort er soms bij. En dat is ook wel gebeurd. En ja, je moet gewoon zorgen dat je op het goede moment goed bent. En anders zit je ernaast. En dat is pech en dan moet je sneller verder. En dat kan iedereen gebeuren. Je moet alleen zorgen dat het de volgende keer niet meer gebeurt. Wanneer de kans kleiner is dat het nog een keer gebeurt. Nicky van Leeuwen.